Welkom bij Rickachu en de drie glimmende monstertjes. Oftewel een nieuwe Shiny Only Challenge video. Knal even de duimpjes omhoog hè, voor deze drie super toffe shiny Pokémon. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. We gaan weer op weg. Oh, en misschien had je wel gehoopt dat ik in deze video een nieuwe shiny Pokémon ging vangen. Ja, dat had ik zelf ook gehoopt. Ik heb ongeveer 4 uur gehunt op Misdreavus, maar ik heb er gewoon geen één gevangen. Hij wilde niet komen. Het probleem van die Pokémon is ook dat hij alleen 's nachts spant. Dus ik moest ook elke keer wachten totdat er weer 36 minuten voorbij waren voordat het weer nacht werd en nieuwe Misdreavus dus gingen spawnen. Maar ja, er kwam er geen shiny. Dus helaas, dan gaan we maar door met het avontuur en daar in de verte zie je al een vliegende Pokémon voor problemen zorgen. Die gooit allemaal rotsblokken naar beneden. Dus daar gaan we naartoe. Hey, vriend, stop daar eens even mee. Ik zag dat rotsblok bijna niet aankomen. Oh, 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 auw. Oh, ga door. Oh, ja, oh, nee, pas op voor de stuit. Ja. Niet op mijn hoofd. Oké, we zijn er. What up, grote vogel? Bombardier is natuurlijk flying type, maar ook dark type. En omdat hij dark type is, hoop ik hem ook te kunnen slaan met mijn fairy wind. Hopelijk doen we hem daar veel pijn mee. Ja, redelijk. Fairy type moves zijn super effective. Rock throw is op mij natuurlijk super effective. Potverdorie, natuurlijk heeft hij rock throw. Dat had ik kunnen wat verwachten. Ja, wing attack doet mij ook heel veel pijn. Sorry, Skybloom. Ik had gehoopt dat jij dit zou redden. Dat was een beetje tegen beter weten in. Oké, blist hij dan maar. Begin nou aan mij te plukken. Dit gaat zo moeizaam worden. Oh, dit ging helemaal goed met Blissey. Disarming voice gaat lekker. En ik ben nu sneller. Oké, Blissey is back in the game. Fase 1 van Bombardier is gone. Doei. De shiny versie van Bombardier is trouwens best wel tof. Die ziet er echt uit alsof die, ja, overleden is eigenlijk. Hij heeft dan witte poten en een witte snavel. Dat is echt heel cool gedaan. Oh ja, kijk, daar komt hij weer. En hij is weer terug. Ik denk dat het goed is om even te terrestrializen. Arvin is ook boos. Die zegt, nee, stop daarmee met van die gekke stenen naar beneden te gooien. Zou echt chill zijn als mijn Terra-type fairy was, man. Dat zou echt veel nicer zijn. Oh, smackdown. Ga ik nog één klap overleven? Oh, maar hij valt mij ook niet aan. Hij valt Knackly aan. Disarming voice. Dat is het enige wat Blissey kan. Zichzelf verdedigen en disarming voice. Oh, snap. Ik mag als eerste Quick Claw. En daarmee verslaan we Bombardier. Tweede tijd een Pokémon is gewoon down. Dikke doei. Doei, mazzel later. Ja, die shiny is wel vet. Als ik die ga vinden in een mass outbreak, dan ga ik die wel proberen te fixen. Zo, even een nieuw kruidje eten. Daar heeft hij weer nieuwe powers. We kunnen gaan zwemmen. Ja, die is wel handig hoor. Ik denk dat we de Dark Crew Base ook wel gelijk even kunnen doen. Oké, die is ergens die kant op. Kan hier gewoon naar beneden springen. Hoppakee. Ah ja, kijk, daarachter bij de Pokécenter. Ja, ik heb die professionele fairy types in mijn team. Dit moet goed gaan komen. Oh, wat? Het is helemaal nog niet hier. Oké. Nou, dan rijd ik toch gewoon nog even lekker stukje door. Ja, daarachter is het. De vlaggen stonden al veel eerder, jongens. Hebben we dit gebied gewoon geclaimd. Hallo? Ik kom jullie verslaan. If you got complaints, take them up at the base. Ja, daar kom ik ook voor. Nope, you can't get through here. Nou, ik rij wel om, oké? Doei. Gaan ze zo moeilijk doen. Hey, Rockruff, waarom kom jij opeens in de weg staan? Ik wil best even een Mega Drain op je doen, hoor. Zodat ik jou versla. Krijgen we weer extra XP. Ja, ik weet niet wat hij opeens komt doen. Dat is toch zonde? Oh, maar misschien moet ik nog een Pokémon verslaan. Want dan gaan we bijna allemaal levelen. Is misschien nog wel handig. Zo net voordat we deze base gaan verslaan. Hallo, Mudbray. Oh, die overleeft het wel. Prima. Nou, dan doen we er gewoon nog één, toch? Geen probleem. Oké. Skyploom is naar level 28. Die wil Acrobatics leren. Ja, dat wil ik ook wel. Dat ga ik dan toch, denk ik, doen in plaats van Bullet Seed. Ik weet niet of dit heel slim is. Maar ik heb nu wel 3 verschillende type aanvallen. Dat is wel heel lekker. Oh, wacht even. Is level 28 het level waarop jij ook evolueert? Oh, ja. Heel nice. Hoppakee, roze Jumpluffy. Blijft een grass en een flying type. Lekker man, we hebben gewoon nu al de derde vorm te pakken. Kijk, dit is top hoor. Die zal nu ook gewoon weer een stukje sterker zijn. Dus het is helemaal chill. Blissey gaat nu ook een level omhoog. En Dreepy is naar leveltje 24. Oké. Ga nou eens uit de weg jongens. Ik wil wel heel graag jouw shiny hebben. Maar dat komt misschien later wel. Team Star, ik kom jullie basis overnemen. Oh nee, je mag hier niet naar binnen. Een Murkrow? Ja, maar dat... Oké, prima. Jumpluff, Fairy Wind. Ja, wat gaat Murkrow doen? Wing Attack?
Dat is ook gewoon weer super effectief, ja. Ja, dat is wel jammer. Nog een keer Fairy Wind. Ik ben wel blij dat mijn Jumpluff in ieder geval nu wat klappen kan ontvangen gewoon. Want dat was in het begin toen hij een Hoppip was dat nog wel wat moeilijker. Oké, ja, mag ik naar binnen nu weer? Ja, top. Hasta la vista, mazzel. Oké, we gaan weer even 30 Pokémonnetjes verslaan. En de laatste... Hotza Flots. Oké, kom maar op, basie. Super auto. Giacomo. Soms waren deze Team Star bazen best wel lastig. Ik kan me nog herinneren dat ik best wel moeite had met twee van hun, volgens mij. Ik weet niet of ik moeite had met Giacomo. Volgens mij niet. Volgens mij was de Firebase toen lastig, omdat ik daar net wat te vroeg naartoe ging. Fairy Wind. Oké, dat helpt niet echt. Oh nee, oh my gosh. Aerial Ace? Gaan we het weer zo spelen? Ik heb niks wat goed is tegen Ponyard, potverdorie. Hier, Aerial Ace doet ook niet zoveel, want dat is natuurlijk not very effective. Is wel wat sterker, maar... Oh, was Acrobatics trouwens, was geen Aerial Ace. Nou, dan gaan we lekker door met Fairy Wind. Let's go! Hierna toch maar switchen naar Blissey, denk ik. Come on! Bakken, ja! Kost toch best zoveel moeite, hè? Heb die slim gedaan? Oh, ik mag niet eens wisselen. Ik krijg niet eens de keuze om te wisselen. Laat me gewoon wisselen. Nou, dan krijg je even een potion van mij. Als hij dan zo wil spelen, dan ga ik het ook zo spelen. Oh, Wicked Torque. Ja, oké, dat kan ik hebben. Oh, maar ik slaap. Waarom zo vervelend doen? Waarom moet je het me weer lastig maken? Ga gewoon kapot. Mijn special defense is naar beneden. Ik ben nog steeds aan het slapen. Oh, Snarl doet nu pijn omdat ik slaap. Ja, dit is niet chill. Ik kan straks helemaal niet meer fatsoenlijk aanvallen. Let's go, Fairy Wind. Ja, dat zie je. Dit bedoel ik. Oké, ik ga gewoon alles geven met Jumpluff. Maar ik denk dat Jumpluff het allemaal niet gaat overleven uiteindelijk. En dat we Blissey nodig gaan hebben. Oh man. Mijn special attack is nu al zo laag, man. Ik doe amper nog damage. Oké, Jumpluff is weg. Oké. Come on, Blissey. Ik hoop dat jij ook een beetje klappen kan vangen. Dat zou heel lekker zijn. Ik ga in ieder geval terrestrializen. Kijk, want dit gaat mij sowieso pijn doen. Nou, het valt op zich nog wel mee. Hoeveel pijn doe ik met Disarming Voice? Redelijk. Ik ga mezelf wel even verdedigen. We gaan even die defense curl gooien. Ik bedoel, die tactiek heb ik al eerder laten zien. Gewoon mijzelf, mijn defense helemaal omhoog gooien. Mijn special defense is al goed. Mijn special defense gaat wel een beetje omlaag nu. Maar mijn defense is nu 2 keer geboost. Hoop ik dat dat genoeg is. Dus even kijken. Wicked Torque. Ja, kijk, dit is lekker. Dit doet nu maar iets van 15 damage of zo. Helemaal prima, joh. Let's go, Blissey! Toch wel een lekker Pokémon om in een team te hebben, hoor. Oké, het doet nu iets meer damage. Misschien doet het meer damage hoe vaker hij het achter elkaar gebruikt. Zou dat kunnen? Hij doet hem nu nog een keer. Ik denk het... Nou, nee, toch niet. De ene keer doet hij meer damage dan de andere keer. Oké, we gaan hem kapot maken. Let's go! Moet ik deze alleen even overleven? Heel goed. Heb ik hem nu kapot? Ja, lekker hoor. We hebben de Dark Base verslagen. Ja, het is wel leuk hoor, deze Shiny Only Challenge. Want het kost oprecht moeite. Het is oprecht moeilijk om dit te fixen. Ik bedoel, ik heb maar 3 Pokémon nu. Normaal heb je nu al lang 6 Pokémon. Allemaal level 25, level 30. En dan heb je altijd wel een paar die heel goed zijn. Maar ja, ik ben nu gewoon afhankelijk van wat ik krijg. En welke Shiny Pokémon ik kan vinden. Ik weet niet meer zo goed met welke ik nou moeite had. Volgens mij was het inderdaad de Fire Base. En nog eentje had ik moeite mee. Maar ik weet niet meer welke van hun dat nou ook weer waren. Nou, hij heeft zijn best weer gedaan. Ja, dat sowieso. Je hebt me toch wel weer moeilijk gemaakt hoor, Giacomo. Ik ga niet liegen. What up, Penny? Ja, we weten nou wat jij hiermee te maken hebt, vriendin. Kan je wel zo onschuldig doen met je mooie Eevee-tasje en het allemaal een beetje uitleggen. Maar ja, doei. Tot de volgende keer. Hallo Team Star mensen. Ik kom even lekker door jullie basis heen crossen en gebruik maken van jullie apparaatjes. Oh, dat gaat niet meer. Oké. Hebben jullie gewoon Cyclizar motoren? Ik heb dit gewoon nog nooit gezien. Dit valt me gewoon nu pas op. We kunnen nu in ieder geval hier naar Cascarefa City. Met de mooie waterval. Misschien kan ik die kerel al verslaan. Ik bedoel, ik heb een grass type. Nee. Hij heeft Crabominable. Nee, die gaat mij slopen. Ik moet eerst nog trainen. En ik ga trainen tegen jou. Met jouw mooie zonnebril en jouw korte broek. Oh ja, nu snap ik dat je nog steeds student bent. Als je met Magikarp komt. Ik dacht, dude, jij bent veel te oud om nog te studeren. Maar ja. Als je gewoon Magikarp gebruikt in je battles, ja, dan blijf je een soort van eeuwig student, denk ik. Heb je nog meer? Arrokuda! Ja, die kan ik zeker ook handelen. Level 16 ook maar. Ik bedoel, als je hier staat voor deze gym, dan moet je eigenlijk wel wat sterker zijn, man. Ik snap wel hoor dat jij student bent, vriend. Ja, dat zal je voorlopig nog wel even blijven, ook op deze manier. Echt, ik heb dit nog nooit gezien, joh. Dat er gewoon van die Cyclizar stations zijn, waar je dan een Cyclizar zou kunnen huren of zo. Oh, ik weet niet of ik dit moet doen. Ik weet niet of ik dit moet doen. Hoe sterk zijn jouw Pokémon? Oh, jij bent ook student, of niet? Ik denk wel dat jij betere student bent met een Basculin. Oh, level 20. Oh, dat valt ook nog mee. Kijk, daar gaat hij al. Ba-ba-Basculin. Oeh, 445 XP. Oeh,
dat is lekker. Ja, Ponyard is wel een probleem. Daar heb ik gewoon nul counters voor, joh. Heel vervelend dit. Gelukkig zijn we zo langzamerhand wel al een klein beetje sterker dan Ponyardje. Deze student had in ieder geval een beter team dan de vorige student. Hij zat al 20 jaar op de academie, zei hij. En na 20 jaar heb je nog steeds maar 2 Pokémon? Nou ja, dat zou mij ook kunnen overkomen. Maar ik ben bezig aan de Shiny Oli Challenge. En als je dit leuk vindt, knal duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Gun me even een abonneetje, dan krijg je altijd nieuwste Nintendo video's in je inbox. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!